Goedemorgen, kapitein. Ja, goedemorgen, heer Hiwat. Ja, hoe is het met u? Oh, goed, ik doe mijn best. Ja, en met de fiets gaat het niet zo goed, hè? Ja, wat de grondconversiewet betreft. Maar voor de rest gaat het wel goed, omdat wij onze rechten kennen. Ja, jullie... Dat staan we toch stevig. Ja, jullie hebben tot 2 maal toe een petitie aangeboden aan Diana om de wet op grondconversie eigenlijk aan te houden en de wet op domeingronden aan te houden. En het standpunt is dat die volgens DNA kunnen toewetten die is goed. De grond zang de man geeft uit naar in de verschillende dorpen. De Maron dorpen naar de inheemse dorpen. De grond moest komen bakken naar een anno voor de dorpen. Waarom dit standpunt? Ja, waarom dit standpunt is, zal ik vijf sabi. Uno ingisma, u kiezen voor collectieve grondrechten, omdat we liep collectief naar ons leven, in den dorpen. Altijd uan beschermen uw woon- en leefgebied, dat hebben we geontificeerd met grond, dus aan dat die van we liepen. En zal ik van Gralanti sabi ook, de samenleving sabi, zo voor concessionaris op grond binnen de woon- en leefgebied voor de inheemse. En onnulijke leiders en onnulijke traditionele gezagdragers, oftewel traditionele autoriteit der inheemse, we met ons er zorg wat dat betreft. Vandaar dat we tak na Gralanti, tak de wet sade Miki, sade wan Miki, sade tegen a grond. Wet collectieve grondrechten voor UNO, dat ik de hoge aan, of ik de behandeling streep, want we schikbaar dat ook jaar chaos. En ik denk aan staat, de staat Suriname ook creëert bewust chaos. Ja, waarom zegt u chaos? Zou je denken dat iedereen werkelijk goed chaos ook komt? Chaos, omdat bewust als staat van vertrap UNO rechtelijk ingevolgd in Suriname. En natuurlijk, een gemeenschap ook kon in opstand, in een richting dat met dat chaos, toch? Ja. En toen werd dat, want we hadden een gesprekspartner voor de overheid, dat hem die oppositie. Dan om ze dan zandelijk blauw-blauw, dat ja, toch de druk werd door. Dan is er voor creëren. Ja. En dan om denk toe ook toe, dat de kon naar een harde hand, want wij werken conform de internationale wetgeving in zaken de rechten van inheemse volken. Ja, toch? Ja. En we zijn ook trouw bewust toe. Vandaar dat we steeds met de overheid in dialoog treden. Ja, maar als je Luca geeft voor een conversiewet, bedoeling geeft aan dat die conversiewet naar voor ook toe gidens maar sang etang tap grong jaren sano ap quantitel ook te voegen mangat wan leti door de massa ap domein grond grondhuur etc erf pagina gides mangat wet de bedoeld voor gides mangat leti en want to brad edeman taki we zou wet dat keur goed a wet dat na no wang verband nanga a wet collectieve grondrechten. U heeft onderzoek gedaan, fits op morgen kennis. Van je locator dat die? Dat is zo leugens. Want UNOSREF bestudeert een wet. Een wet, ik kom morgen op Gidens Malik, zei dat ze op grond in grondhuur erfpachtrechts. Ja. Dat de kies de titel in domeingrond, eigendomsrecht. Ja, eigendomsrecht. En nu is het voor Ingis mannen en de tribale volken nog contact te beschermen in de recht ook toe. Ja. Ik ga over zo Gidens ma, ze op grondhuur, naar erfspachtrecht en huur. Toch? Ja. Dat de grondtitel verandert in eigendomsrecht. Ja. Maar voor zover ik weet dat de inheemse dorpen niet beschikken over grondhuur, ik praat over de collectieve inheemse gemeenschappen. Ja. Ze hebben geen grondhuur, nog domein, nog erfspacht, nog huur, toch? Ja.
Dus hun dorp staat niet in geen van die grondhuurtitels dat. Oké, okay. Dus eigenlijk dat domeingrond. Ja, en wij zeggen, als staat het begin aan een sani, hij verzekert de massa op de grondtitel dat hij. Hmm. Maar we hebben een collectieve grondrechten. Ja. En dat nog keur goed eten. En zulk van Oesabis, zo voeren niet-inheemse ondernemers, concessionarissen. Ze hebben grote lappen gronden binnen ons woon- en leefgebied. En die wet dat keur goed, dat ook is de grond in eigendomsrecht. Oh, vandaar. En hoe verder met ons, wij die daar jaar en dag daar leven, toch, woonachtig zijn, hoe verder met onze rechten. Dat de ontruim UNO en dat gaan we niet toelaten. En OAS en VN gaan dat ook niet goedkeuren en we zijn al bezig. Er is nu pas mijn verstamatorie. Dus in feite, deze massa is grond binnen de Ingi dorp. Die kiezen in erfpaar grondhuur. Of huur. En if een conversie werd keur goed, dat is man het kan zetten in eigendom. Ja. Dan UNO no, maar kies een grond baga. Sang des mangat kisi tundertijd. Ja, want terwijl na vervoer grond binnen inheems gebied, zeg ik. Waarom ik dat zeg? Drapen naar uno woon- en leefgebied, het behoort aan ons toe. En bewust, de overheid stagronden, grote lappengronden af aan concessionarissen. Toch? Ja. In plaats dat de Mikdensrift zorg voor erken aan wet collectieve grondrechten voor uno. Dat de wan erkent, de wan goedkeuring, nou een heer trawet sa uno no sabi. En natuurlijk gaan we het niet ermee eens zijn, we gaan het ook niet ondersteunen. Ja, en jullie hebben dit voorgelegd aan de Nationale Assemblée. Er is een petitie aangeboden. Hebben jullie al iets gehoord? Nee, nog niet. We hebben nog niks gehoord. Oké, okay, maar los van dit stuk, wat is de stand van zaken met betrekking tot de vordering van het grondrechtenvraagstuk? Eigenlijk zouden wij een workshop hebben, ja. FITS en DNA, maar vanwege COVID-uitbraak is het dan weer aangehouden, mm-hmm. Maar dat was wel in place. Ja, maar in Wikidipsa waren jullie in het binnenland, hè? Nee, wij zijn niet in het binnenland. Okay, nee. Misschien des regering, overheid. Ik heb begrepen, een groep was in het binnenland om te praten. Nee, maar over geen FITS. Geen FITS. Mm-mm. En hoe staat het met FITS zelf? Want wanneer gaan jullie zover zijn om een voorzitter te benoemen? Oh ja, dat is dit jaar in augustus. Oké. Okay. Ja. Dus het standpunt van FITS is duidelijk. Wetconversie aanhouden. Of niet erkennen. Niet erkennen. Is beter. En eerst voor een goede, om de goede vrede te bewaren. Gaan jullie echt hartig tegenaan? Helemaal. We kennen onze rechten en we staan in onze rechten. Dus we gaan ervoor. Internationaal hebben jullie al ook onderzoek gedaan dat. Helemaal. We staan sterk wat dat betreft. Dankjewel. En wij zijn ook sterk gedocumenteerd. Oké, okay, maar ja. Jullie gaan wel in vrede alles oplossen, want Jugu afkomt. Tot nu toe, maar als de overheid geen gehoor geeft, dat we een broeken is rina, en we met nu, proberen wij nog te praten met onze gemeenschap.